We nodigen u uit om eens een kijkje te gaan nemen in dit prachtige natuurgebied, waarin dieren leven die wij in Nederland beslist niet zullen tegenkomen. Net achter het Leidseplein in Amsterdam lag vroeger een oude melkfabriek. Aan het einde van de jaren 60 is deze fabriek omgebouwd tot centrum voor jongeren. Dit centrum ging de Melkweg heten. We hopen dat uw lachspieren nu wat rust nodig hebben. Daarom een uur lang spanning met onze ouwe. Een nieuwe eigen serie, Gemene Verhalen. Het paradepaardje van Veronica. Het zijn 13 boosaardige anekdotes, geschreven door Jean Hummels en gemaakt door Leo van der Goot. De eerste aflevering heet Arthur. En wat er met Arthur aan de hand is, dat merkt u straks. We hopen dat u geboeid gekeken heeft naar deze verfilming van de Slag om Arnhem. Wanneer je nu belt met het nummer 020-804-804, dan krijg je informatie over de Jeugdverkeersclub Nederland. Maar je kunt misschien beter het nummer 020-804-804 even opschrijven en straks bellen, zodat je nu kunt gaan kijken naar Circus Custers. Al van Aldaba ook om de reuzenschildpadden, en die ziet u in dit programma. En dat zijn onze programma's van vanavond. Maar we beginnen met de advocaat Ben Madlock. En vanavond moet hij het opnemen tegen twee lieve zusjes die ervan overtuigd zijn dat de perfecte moord mogelijk is. Dan zijn we nu toegekomen aan onze film van vanavond, Ten. Een succesvol componist heeft alles wat zijn hartje begeert, behalve de perfecte vrouw. Als hij denkt haar gevonden te hebben, blijkt zij net getrouwd. Of dit nu echt een bezwaar is, ziet u nu in de film Ten, met in de hoofdrollen onder andere Dudley Moore, Julie Andrews en Bo Derek. De filmkeuring achter deze film geschikt vanaf 16 jaar. En Night Court, een fantastisch leuke nieuwe serie die u over 45 minuten voor het eerst kunt gaan zien, dus doen. Tot die tijd vragen Wil Simon en Jan Scholtens uw aandacht voor een aantal onopgeloste misdrijven in Opsporing Verzocht. De komende 50 minuten zit u op de eerste rij bij het concert van Nana Mouskouri. Een Griekse zangeres die onder andere twee Nederlandse liedjes zingt en daarbij begeleid wordt door het Westlands Mannenkoor onder leiding van Piet Struik. Het is nu echt hoog tijd dat we ermee stoppen. Volgende week, 6 januari, kunt u kijken naar Nederland Muziekland om even over 8:30.